Compositie is heel erg belangrijk. Als je een mooie foto hebt, kijk dan goed naar de compositie, dat die niet te saai is. Hoi, ik ben Dineke Soer. Ik werk in het Singer Atelier en vandaag ga ik met jullie een workshop doen. Als inspiratie gebruiken we een werk van Gestel. Hij heeft geschilderd op het eiland Mallorca. En wellicht heb je ook nog een mooie vakantiefoto, herinnering, die je wil vertalen naar een schildersdoek. En dat is de opdracht die ik vandaag met jullie ga doen. Ik heb zelf een foto meegenomen van mijzelf in Namibië. Deze leek mij heel erg handig om te gaan gebruiken voor het landschap van Gestel. Compositie is heel erg belangrijk. Als je een mooie foto hebt, kijk dan goed naar de compositie, dat die niet te saai is. En verder gaan we de foto helemaal naar ons eigen hand zetten. Dus jij bent de baas over het schilderij wat we gaan maken en niet de foto. Beginnen. Ik werk zelf met acrylverf, soms met olieverf. Kies de verf die je in huis hebt, die geschikt is, waar je fijn mee werkt. Aquarel is ook mogelijk, gouache. Maar ik ga het voordoen met acryl. En kijk goed naar je kleuren die je wil gebruiken. Ook mengen. Je kunt heel veel kleuren zelf mengen met primaire kleuren. Maar soms is het ook fijn om de kleuren die je hebt, waar je graag mee werkt, te gebruiken. We beginnen eerst de compositie over te nemen op het doek. Nou, mijn compositie is iets saaier dan die van Leo Gestel. En daarom ga ik hem wat overdrijven. Wat het werk van Gestel heeft, is een hele mooie diagonaal. En ik ga het ook iets meer diagonaal maken dan het in werkelijkheid op mijn foto is. Ik ga schetsen, vaak doe ik dat in een wat lichtere kleur. Ik verdun de verf heel veel. Maar omdat jullie het dan niet duidelijk kunnen zien, doe ik het met een wat donkerder kleur. Maar ik hou hem wel erg transparant zo. Ik begin met de horizon. Op de meeste foto's staat wel een horizon. Als je daarmee begint, dan weet je hoeveel ruimte je voor de lucht en hoeveel voor de aarde nodig hebt. Er zijn bergen. Het hoeft niet precies, hè? Het gaat om een vertaling. Je kan het abstraheren. Leo Gestel die heeft het zelfs een beetje kubistisch gemaakt. Nou, dat is een hele mooie methode. Ik schets het er even op. Mijn foto gaan de bergen tot hier. Kijk ook even wat belangrijk is op jouw foto. Hè? Waar moet het werk over gaan? Ze zijn zo droevig en eenzaam, die bomen op mijn foto. Probeer het niet te precies te doen, maar zorg ervoor dat het net interessant is in de compositie. Dus waar plaats je iets op het doek? Wolken zijn soms ook heel erg belangrijk. Je ziet ook in het werk van Gestel dat hij de wolken op dezelfde manier heeft geschilderd als de aarde zelf. Zelfde soort vormen, alleen door de kleur zie je dat het wolken zijn en natuurlijk de plaatsing waar op het doek. Nou, kijk later waar die precies moeten komen. Dan heb ik ook nog, als het ware, wat struikjes in de woestijn. Schaduw komt allemaal wel. Zorg ervoor dat je eerst die compositie op het doek hebt. En ga dan verder met het invullen. Hier zo zie je op de foto dat er nog een figuur is. Ik zet hem er nu even op.
En ik bepaal op het eind of ik die er nog wel op wil hebben. Als je de compositie nog wat meer wil versterken, dan kun je ook lijnen gaan zetten die er in je foto niet eens staan. Dus we delen de foto op in lijnen of in vlakken die de compositie extra versterken. Nou, neem blauw. Zoals Gesto heeft gedaan, zijn al die lijnen gaan via die diagonaal die kant op. Nou, dat wil ik ook. Dus ik ga de lucht als het ware opsplitsen. Dat kun je heel strak doen. Kies je eigen lijnen wat bij je past. Misschien wil ik hem nog een beetje zo. En dit zie ik later wel hoe dat wordt. Nou gaan we verder met de lucht. En ik heb twee verschillende soorten blauw op het palet staan. Dus een koele blauw en een warme blauw. Als jij een heel warm schilderij maakt, dan kun je goed met die warme tinten werken. Dus je kunt die blauw kun je ook nog warmer maken met een beetje geel erbij. En als je met een koele blauw wil werken, kun je hem nog koeler maken met wat wit. Dat ijzige blauw krijg je dan. Ik vind het leuk om allebei te gebruiken. Want ik was in Namibië, maar het was wel winter. Dat kan best wel koud zijn. Het was een zonsopkomst. Maar het was niet warm. We gaan nu niet gewoon een vlak heel strak inkleuren, maar juist die schakeringen die Gestel gebruikt, die wil ik er ook in hebben. En dat doe je zo. Je kiest dan zo'n vlak uit. En ik gebruik zowel atmosferisch perspectief. Dat betekent hoe verder de lucht van je vandaan is. Dus hoe dichter bij de horizon. Des te lichter en koeler je blauw wordt. Leuk en fijn om die penseelstreek ook te tonen. Ik overdrijf het misschien wat. Ik gebruik verschillende tinten blauw om je schilderij wat spannender te maken. Ik gebruik ook nog wat koel rood. Mooie roodtinten in de lucht. Je ziet dat ik die penseelstreek bij de horizon verticaal gebruik. En de lucht die dicht bij jou is, gebruik ik vaak een maniertje, een trucje, zodat je echt het schilderij ingezogen wordt op die manier. Dus die gebruik ik verticaal. Misschien is die te druk, dat weet ik nog niet. Ik ga nu eerst hier aan beginnen en dan kan ik die altijd nog weer terugbrengen. Of misschien nog wel expressiever maken. In het schilderij van Leo Gestel is het heel erg warm, broeierig. Een beetje eenzaam, maar wel heel erg harmonieus. Ik sta hier in de woestijn
Dus ik wil juist een beetje ja, ook dat verlatene. Die bomen ga ik ook nog accentueren. Maar nu ga ik eerst beginnen met de grond. Die is, je kan ervoor kiezen als jij nou denkt van ik wil dat hij heel erg warm wordt. Dan gebruik je warme tinten. Dus de roodachtige tinten zijn warm. Geel is warm. Je kan ook een koelere geel maken. Dan meng je hem bijvoorbeeld met nou, een heel klein beetje blauw. Een beetje een grijsachtige geel. En dat ga ik doen. Want ik wil juist dat die bergen hier op de achtergrond, die eerste zonlicht, die eerste zonnestralen krijgen en dat die er echt uit gaan knallen. Dus ik laat de zandgrond gedempt. Je kan ervoor kiezen om nou juist een hele andere techniek te doen. Dus om bijvoorbeeld het helemaal effen te maken. Dat hij niet de aandacht trekt. Je kan hem ook nog weer, zoals Gesto heeft gedaan, ook met die kleurschakeringen werken. Misschien iets subtieler. Ik heb het hier heel erg overdreven. Maar je kan wel afwisselen met hele lichte stukken. Wat gelere stukken. Misschien maak jij wel een heel ander schilderij met mooie weiden, landschappen, een weiland, kan van alles zijn. Er komt ook nog schaduw van de boom bij, die bewaar ik op het laatst. En dan zie je ook nog mijn foto. Ja, die bosjesachtige. Struiken, gras. En die kun je heel fel groen maken, maar die wil ik ook een beetje gedempter. Dus ik doe er wat bruin bij. En die wil ik juist weer met kleurschakeringen. Op die manier kun je ook nog de onderkant van het bosje benadrukken om hem simpelweg donkerder te maken. En de bovenkant lichten. Soms kan een lijn ook al mooi werken. Probeer verschillende kleuren groen uit. En je bent helemaal vrij om te kiezen welke kleuren jij wil gebruiken. Het hoeft dus niet de echte kleur te zijn die in je foto zijn. Die je in je foto ziet. Nee hoor. Jij bent de baas. De foto is gewoon puur de inspiratie. Dit is een donkere vlek van de boom. Ik heb nu allemaal koele tinten gebruikt. Dus de lucht is blauw. Hè? Blauw is een koele tint. Groen met een hele koele geel. En nou wil ik ervoor zorgen dat die bergen dus heel warm lijken. Dus dat contrast van warm-koud ga ik nu in het schilderij brengen. En de warmste kleur is oranje, een mengsel van rood en geel. Dus dat ga ik doen. Je ziet op de foto, en dat vind ik ook wel mooi, dat de toppen, die zijn nog niet belicht van de bergen, en die zijn een beetje paarsachtig gegroeid. Dus en oranje en paars, die staan ook ver van elkaar vandaan. En dat kan heel mooi werken. En ik meng hem. En dan ga ik die er toch in zetten. En dan zul je zien dat oranje ontzettend complementeert met het blauw. Dan ben ik even paars. Beetje een viezige paars. Moet niet te dicht bij de lucht komen, dus het moet echt een andere kleur zijn dan je lucht. Nou, kan nog van alle kanten op. Dus ik heb alles nu zo'n beetje zitten invullen. En de details, zoals die bomenpartij en het figuur, heb ik nog niet aangeraakt. Dat ga ik nu doen.
Je kunt ervoor kiezen om natuurlijk een boom, een blauwe boom te maken of iets heel erg geks. Maar ik kies nu iets wat er toch wel wat het schilderij bij elkaar brengt. Als ik nou een gele boom zou doen, dan zou die echt ontploffen. Dus ik gebruik een bruine bast voor de boom. En Gestel die heeft een paar takken uitgelicht, kun je doen. Ik pak in ieder geval de grootste, belangrijkste vormen in die boom. Ik schilder gewoon over de lucht heen. En die kleine takken, doe dat met een kleine penseel. Dan ga ik weer door met de groen. Ik kijk of het werkt. Ik neem wat afstand. Dat vind ik wel een interessante vorm. Ik vind de lucht nog iets te druk. Dus daar ga ik nu iets meer rust in brengen. Je kan nu ook kijken welke kleuren mooi bij die boom gaan. Sommige stukken zoals dit vind ik wel weer interessant wat hier gebeurt. Soms ga je er weer overheen. Het is gewoon spelen met verf en kijken wat er gebeurt. Ik stop er nu mee. Ik hoop dat je tevreden bent over je eigen werk. En mocht je het leuk vinden om een keer een workshop van mij in real life mee te maken. Ik geef vaak de schilderworkshop in het Singer Atelier. Wat we gaan maken is altijd verschillend, maar heeft altijd betrekking tot de huidige tentoonstelling. En dit keer was de inspiratie Leo Gestel. Ik hoop je een keer te mogen ontmoeten in het atelier. Tot ziens!
vind de lucht nog veel te druk. Dus die ga ik iets rustiger maken.